Daar staat gewoon willekeurig een huisje. Echt van, hallo, ik ben een huis. Gegroet, ik ben geen huis. Yo, dames en heren, mijn naam is Don. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe Rust. Wij zijn teruggekeerd om... Wacht, waar is mijn huisje? What the fuck is mijn huisje? Ik had hier toch een huisje? Oh my god, nee, ik zou zweren dat er... Heeft iemand mijn huis gesloopt? Hoe ziet mijn inventory eruit? Nog steeds hetzelfde, dus dat is mooi. Alleen mijn sleeping bag is weg. Gewoon alles wat ik had is weg. Thank fuck. Oh, er loopt iemand in de verte. Oké, laten we hem maar even bezoeken. Oh, hallo. Even kijken of we een gezellig gesprek met deze man kunnen voeren. Aangezien misschien dat hij verandert. Het zijn er twee. Het zijn er drie. Oh joh, hij heeft een wapen. Oh shit, een rode wolf. Fuck off. Oké, dat doet zeer aan mijn benen. Oh my god, dan maar dit gedeelte in. Help. Is het huisje van mij? Nee toch? Dan is mijn huisje verplaatst. Okidoki. Oh nee, mijn game crashed. Door is locked. Oh my god, radiation. Ik had gelezen in de reacties, pas bij 500 radiation zal dat echt zeer gaan doen. Dus bedankt voor de tip. En dan kan ik daar in ieder geval rekening mee houden. Oh my god. Gaan we hier naar binnen. Fuck die deur. Oh my god. Oké, die deur is in ieder geval dicht. Oeh, ik ben eventjes veilig. Wow, een shotgun. Oh god. Ik dacht hij staat naast me, joh. Shotgun shells. Cool. Dus ik heb nu een shotgun. Okay, wat nou als ik die hier neerzet? Of hier? Oh. Please do not fire. No. Why you do this? Fuck me. Fuck. Ik wil gewoon... Kut. Auw. Gewoon een sad face, oké? Okay? Dat is gewoon één sad face. For fuck's sakes, man. Ik had net een wapen. Oh, het had allemaal zo geweldig kunnen zijn. Ah, nu moeten we maar weer helemaal opnieuw beginnen met alles weer verzamelen. En blap, 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 blap. Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Blap, 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 blap. Ah, daar baal ik zo erg van ook eigenlijk. Ik kan het niet ontkennen. Het is gewoon zo jammer. Weet je hoeveel ik had? Ik had 7 eten. Ik had een shotgun net. Ik stond op het... Ik had kleren. En wat heb ik nu? Ik heb geen ene fucking moer meer. Ik heb geen ene reet. En nu heb ik gewoon een fucking steen in mijn hand. Ah, god. I have a fucking rock, you assholes. Oké. Dat is de verkeerde. Al ga ik daarop, dan is mijn radiation wel in één keer erg hoog. Dus daar ga ik maar niet naartoe. Daarentegen, toen ik inlogde, was ik ook mijn huisje weer kwijt. Dus op zich had ik zoveel, of in totaal niet meer zoveel. Maar hey, er stond zelfs in de servertitel stond er nog noob friendly. Nou, hij gaf me geen eens een kans, die man. Weet je wat? Ik ga gewoon eigenlijk deze hele aflevering ga ik gewoon over die man klagen. Wat een nare man was dat, zeg. Jongen. Oh, jongens, ik sta... Oké, en laat me het even uitleggen. Camerabatterij op. En voordat je het weet is het nacht. Avond. Vervelend. Het is gewoon vervelend. Campfire, ja. Want ik heb het koud. Ik heb het koud. Ik denk ik meld het even. Hey, het is koud. Weet je wat? Ik heb het een beetje gehad hier in dit hok. Ik word er een beetje low van. Ik zit de hele tijd niks te doen. Maan staat daar nog. Waar is de zon? Zon komt altijd in het oosten op, hè? Dus daar moeten we rekening mee houden. Want dan kunnen we onszelf een beetje oriënteren. En ik heb eten nodig. En het is koud. En het is allemaal verschrikkelijk in deze wereld. Maar ik heb wel even de crafting ding allemaal bekeken. We kunnen een hunting bow maken. Maar zodra... ik alleen wat cloth heb. En arrows vallen ook heel makkelijk te maken. Dus dan heb ik tenminste een afstandswapen. Tenminste, ik weet hoe ik dat moet maken nu. Dus we gaan ons daarop voorbereiden. Om een bow te maken. Zodat ik uiteindelijk de ene man die ons in het begin van deze aflevering kapot schoot. Gaan we hem dus helpen. Of uit zijn lijden verlossen. Soort van. Dames en heren. Ik denk dat wij gaan verhongeren. Ik bedoel, je hebt jagers en verzamelaars, toch? Kan ik niet gewoon een verzamelaar zijn en gewoon fucking op besjes gaan leven of zoiets? Het lijkt me even een veel strakker plan dan achter dieren aan te rennen. Laat staan dieren vinden. Oh my god. Nou, één ding. Gelukkig heb ik genoeg hout bij me om dus een grafkist voor mezelf te maken. Jongen.
What the fuck is dit voor toren? Oké, ik ben hier niet goed op voorbereid. Oké. Fuck it, bij 500 radiation gaat het zeer doen. 500. Hou het in gedachten. Ga naar binnen. Is hier serieus niks? Volgend gebouwtje, snel. Oké, nee. Ik draai om. Oké, dat gaan we dus niet doen. Nope. Hier, ik zit nu al op de 300. Jonge. Oh, een hert. Maar het punt is, hij staat naast een wolf. Hoe erg baal ik. Oh, hij komt mijn kant op. Wow, oké. Geef me vlees. You son of a bitch. Sta stil. Yes! Eten! Oh my god. Oké, kampvuur. Geef me eten. Oh, wat is dat? Een kip. Ah nee, dat is een persoon. Oké. Ik ga de andere kant wel eventjes op. Ik ga deze kant wel even op, oké? Hier. Hopelijk ben ik dan beter bestand tegen wolven of wat dan ook. Dan kan ik ze tenminste op afstand in hun hoofd schieten. Dan uiteindelijk met bijl hak ik ze door de midden. Eten. Yes. Give me all the food. Oh my god, ik wil geen honger meer hebben. Eet gewoon alles achter elkaar op. Gewoon eet meer. Dat hebben we in ieder geval. Nou, dan zijn we nog wel even bezig met arrows maken. Maar dan kan ik ondertussen wel even wat steen gaan zoeken. Daar staat gewoon willekeurig een huisje. Ik zeg, hallo, ik ben een huis. Gegroet, ik ben geen huis. Daar is een steen. Ik ga daar naartoe. Uiteindelijk. Een zwijn. Oh my god, ik zie het zwijn opeens. Oké. Nee, hij gaat op het zwijn af. Oh god, heeft hij een wapen? Oh nee, hij heeft een wolf achter zich aan. Oké, hij gaat die kant zeker nog wel eventjes op. Ga ik wel het zwijn doden, als je het niet erg vindt. Dit is mijn zwijn. Oh. En ook een kip erbij. Oh my god. Geef me de kip. Woehoe. Oh, kip. Het meest veelzijdige stukje hebben. Nou, eens even kijken hoe dat werkt. Hè? Kijk, ik pak er een. Ik mik en schiet. Raak. Volgende. Mik. Schiet. Oh, 2 pijlen en hij is al dood. Fuck yeah. Oh, ik ben blij dat ik dit heb gedaan. Je kijkt hoeveel klof ik ervan krijg, joh. Tjoh. Nou, dan hebben we het toch best goed voor elkaar, moet ik het zo even zeggen. Dan wordt het denk ik toch maar tijd dat ik ergens een sleeping bag ga maken. Oké, het lijkt mij een pinter plan om dit even af te gaan sluiten. Ik ben nu een sleeping bag aan het maken. Die ga ik gewoon ergens neerkwakken. Laten we eens even kijken waar we die gaan neerkwakken. How about... Nee, dat is nog iets te dichtbij. Wat denk je hiervan? Op de steen. Of tussen de stenen zo. Oké, even kijken of dat kan hier. 6. Oké. Iemands huis staat hier gewoon letterlijk. Okidokie. Of dit is mijn spawnpunt geworden. Yippie. Oké, in ieder geval, daarbij wil ik het laten. Ik wil jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video? Dan mag je dat uiteraard belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik jou graag terug bij de volgende rust. Tot de volgende keer.